Van Rotterdam gaan we naar de eenheid Midden-Nederland op de Utrechtse weg in Zeist. Sofiante, Patrick en Jeroen zien in hun spiegels een taxi met hoge snelheid over de busbaan naderen. Taxi heeft zin in over de busbaan. Dat kun je wel zeggen, want hij trekt zich ook geen bal aan van de verkeerslichten. Hij gaat vol de rood bij de busbaan, zie je? Oh ja, twee keer. Ja, twee keer negen hoog. En of dat nog niet genoeg is, gaat deze ASO ook nog eens bij het volgende negen hoog dwars door rood. Daar is hij ook doorheen. Ja. Ook rood. Ja. Steekt nu een fietser over, dus er is al drie keer. En dan mag hij ook even de ontheffing voor de busbaan laten zien, want die heeft hij niet. Na de verkeerslichten stoppen aan voor, dan kan hij bij de komende bushalte verderop. Ja, zet maar aan. Goeiedag, mijn naam is Liefhebber, videosurveillance Midden-Nederland. Heeft u enig idee waarom we u aan de kant zitten? Ja, ik denk dat jullie het stukje hebben gezien bij de beeldzoek met de Mercedes. Ja. U gaat zeg maar drie keer door het rode negenhoog over de busbaan. Okay. Heeft u het rijbewijs bij u? Ja. Ik zou graag ook even uw ontheffing willen zien voor de busbaan. Dankjewel. Nu heeft ook nog een klant in de auto zitten. Dat klopt. En dan vind ik het echt onverantwoord wat u aan het doen bent. Klopt. Want sowieso uw snelheid ligt veel te hoog. Wij rijden 80, u mag dan maar 80. En nu komt, ja, dat is zijn ontheffing, zegt hij. Maar, geen ontheffing ook voor de busbaan. Niet maar, u krijgt wel een bekeuring voor het rijden over de busstrook. En voor het negeren van het negenhoog. Eén keer, want als we drie keer doen, dan wordt het wel heel erg duur. Chauffeurspas, heb je wel bij je? Ja, zit erin. Gewoon in de tas. Ja, ik ga even kijken. Maar volgens mij kan je niet er zomaar uithalen. Nee, ik weet hoe het werkt. Oké. Hallo mevrouw. We zijn even bezig met de controle hoor. Ja, begrijp ik. Ja? Ik kom wel thuis, of niet? U komt wel thuis, ja. U had wel door dat hij door rood heen reed en iets te hard? Eerlijk gezegd wel, hè? Ja. Nee, waarom durft u niks te zeggen? Want u mag best daar wel wat van zeggen hoor. Ik vind het namelijk niet normaal dat hij dat doet. Ik niet. U ook niet, hè? Hij reed en veel te hard. Ja, volgens mij rijdt hij de hele tijd al zo hard. Ik ben blij dat hij niet. Ja. Nee, maar ik ga hem wel even aanspreken op zijn gedrag, want wij vinden het niet kunnen, namelijk. Als hij maar aan de hand blijft. Oh, maar dat doet hij wel. Want we weten inmiddels wie het is en als hij niet normaal blijft, dan krijgt hij een probleem met ons. Ja, maar Steven is in zijn boete doorgehaald. Ja, maar dat doet hij niet. Nee, is die zo gek? Zal toch wel niet? Ik ga hem wel even aanspreken hoor. Nee. Mag ik je eerst eens wat vertellen? Oké. Okay. Ik vind het niet normaal, en dat heeft mijn collega ook al gezegd, dat je met een klant aan boord zo rijdt. Ja, nee, dat is zo. En ik zie aan die mevrouw dat ze het ook niet leuk vindt. Nee, klopt. Dat zag ik. En klanten mogen niet de dupe worden van jouw gedrag. Dat ben ik helemaal mee. Sterker nog, klanten die leggen hun, hun veiligheid en vertrouwen bij jou neer als taxichauffeur. Mm-hmm. En als ik zo naar die mevrouw kijk, is ze gewoon bang door jouw rijgedrag. Ja. En dat vind ik echt heel kwalijk. Daar kan ik heel boos om worden. Want dat is echt gewoon het laatste wat je als, als beroepschauffeur moet doen. Dat zeker. Dus daar moet je echt over gaan nadenken. Bekeuring voor het rode licht is €230. Voor de busstrook is €140. Ja. Dat is 270, dat is €370. En bij allebei komt nog €7 administratiekosten bij voor het CIB. Dus ja. Het kan echt niet. Je hebt mensen aan boord. Een mevrouw die staat doodsangst uit. Dat is echt not done. Doe je niet als beroepschauffeur. Klaar. Dus, en dat weet je zelf donders goed. Zo wil je ook niet behandeld worden, toch? Zo wil ik. Je wil ook niet zo vervoerd worden. Pas uw eigen gedrag aan. Dat gaan we zeker ja? doen. Want dit is levensgevaarlijk op deze manier. Ja? Yes. Ondanks dit nog een fijne avond. Zijn asociale rijgedrag komt deze chauffeur nog duur te staan. Want naast de boetes van in totaal €370 wordt er ook nog melding gedaan bij de inspectie leefomgeving en transport. En dat kan gevolgen hebben voor zijn chauffeurspas.